Marieke Elsinga, die recentelijk met een bijna burn-out dacht te kampen maar in werkelijkheid zwanger bleek te zijn, is gisteren 36 jaar oud geworden. Desalniettemin stond ze 's avonds gewoon ingepland voor de uitzending van RTL Boulevard. Daar had collega Luc Ikink een verrassing voor haar in petto. Na de dagelijkse ellenlange opsomming van wat er allemaal in RTL Boulevard besproken gaat worden, zegt Marieke, ik ben Marieke Elsinga. Luc daarop, en Marieke Elsinga is vandaag jarig. Vervolgens probeert Luc een confettikanon af te schieten, maar hij loopt enorm te stuntelen en dat ding gaat maar niet af. Daarom begint iemand vanaf de studiovloer maar met confetti te schieten. Luc ongemakkelijk, nou, deze werkt niet. Marieke, heb jij nou een haperende confetti? Luc, zonde zeg. Marieke, ja. Dan gaat het confettikanon alsnog af, waardoor Luc's edele delen er bijna van af worden geblazen. Marieke gechoqueerd, wow, oh nee. Op je kruis. Luc en zijn eigen confettikanon zijn voor zover bekend niet beschadigd. Wel vindt hij het jammer dat het felicitatiemoment niet helemaal goed is verlopen. Kijk, dat scheelt, er stond een backup klaar. Ja, deze dingen haperen altijd. Marieke, maar dat is live televisie, hè? Dan gaat het ook wel eens mis. Thank you.